Hi. Oh, je hebt het einde gelezen. Gelijk het einde verklappen. Flauw zeg. Ik ben Biep favoriet omdat een mens niet kan zonder lezen. Het is hetzelfde als ademen, als eten, als seks. Lezen is een dagelijks behoefte. Als ik een dag niet gelezen heb, heb ik een dag niet geleefd. Nou, het is natuurlijk heel moeilijk om een boek als favoriet aan te duiden. Want zoals ik al zei, ik hou van lezen. Ik heb duizenden boeken gelezen. Maar dit boek staat in de top 10 van de beste boeken in Nederland aller tijden. Op nummer 5 trouwens. Dit is het boek De Donkere Kamer van Damocles. Van wat mij betreft de beste schrijver die Nederland ooit gekend heeft. Willem Frederik Hermans. Het gaat over de oorlog. Het gaat over verraad. Het gaat over iemand die zonder dat hij het eigenlijk wil in de wereld van het verzet wordt getrokken. Daar iemand ontmoet waarvan hij eigenlijk niet zeker weet of die wel bestaat. En daar begint het mysterie. De Donkere Kamer van Damocles is een absolute aanrader als je houdt van angst, van verraad, van spanning, van onverwachte wendingen in het verhaal. En aan het eind van het boek, ik ga het niet verklappen, weet je nog minder dan dat je voor het boek begon. Maar toch heb je een mooi boek gelezen. Dan gaan we naar de volgende. Dit is een Biep-favoriet van mij die je niet zo snel zal aantreffen, denk ik, in het lijstje van favoriete boeken van mensen. En waarom? Omdat het een boek is van, wat we dan maar even moeten noemen, een spiritueel leider. Deze man, Eckhart Tolle, stond op het punt om zelfmoord te plegen. En dacht toen bij zichzelf, pleeg ik nou zelfmoord? Of is het iets anders? Is het mijn ego dat zelfmoord pleegt? Hij heeft het niet gedaan, anders hadden we het boek niet kunnen lezen. Wat doet Eckhart Tolle in het boek De Kracht van Nu? Hij maakt onderscheid tussen jezelf en het ego. Hetgene wat jou, als het ware, soms toch dingen opdraagt. Neem nog een snoepje, neem nog een pizzapunt. En zijn andere stokpaardje is dat het nu, oftewel waar we nu zijn, dat dat het enige is wat er is. En daarom vind ik het een buitengemeen interessant mannetje. Het is ook een onooglijk mannetje, een soort genoompje. Hij lacht ontzettend graag om zichzelf. En hij heeft ook ontzettend veel zelfspot. Heel veel van die spirituele leiders moeten zichzelf wel belangrijk vinden. Want ja, anders ben je niet belangrijk genoeg. Toen hij klaar was, zei hij, dan ga ik nou mijn hond uitlaten. En toen liep hij de deur uit. Kijk, dan heb je mij te pakken. Eckhart Tolle. Mwah. Mijn volgende Biep-favoriet is toch een beetje een konijn uit eigen hoed. Het groene gele boekje is geschreven door mijzelf en Marnix Ruup en zijn broer Robert-Jan Ruup. En waarom schreven we dat boek? Omdat de Haagse taal, want daar gaat het boek over, eigenlijk nog geen eigen Bijbel had. Geen eigen richtlijnen had. Geen eigen regels had. Er zijn er heel veel van verkocht. Zoveel dat ik er een huis van heb kunnen kopen. Dus ik ben er heel blij mee geweest. En wat misschien ook leuk is om nu te vertellen, en dat weet nog helemaal niemand, is dat er binnenkort ook een digitale versie van het groen-gele boekje komt. Want dit is natuurlijk toch het boek als zodanig een beetje een analoog zandpad. En we willen natuurlijk ook de digitale snelweg op met het groen-gele boekje. Wat staat erin? Ja, een hoop tering ongein. Het gaat over de Haagse taal. Het gaat over Haagse humor. Er staat precies in hoe je in Den Haag moet gedragen en hoe niet. En ik kan niet anders zeggen, ik ben er heel trots op. Ik weet niet of dat normaal is om dat te zeggen van jezelf, maar ik vind dat we iets heel moois hebben gemaakt met dit boekje.